Goeiedag, de temperatuur is al opgelopen tot ruim boven de 21 graden. In het binnenland, lokale al 22 graden. Dat betekent dat de lucht onstabiel aan het worden is en dat er buien tot ontwikkeling gaan komen. De radenbeelden kunnen we dat ook goed zien vanochtend. Om kwart over negen was er nog weinig aan de hand boven Nederland. Maar als ik straks de animatie aanzet, dan ziet u hier rond het middaguur de buien tot ontwikkeling komen. En vanuit het zuiden, vanuit België, komt er ook een buienlijn dichterbij. En daar zitten echt een paar actieve jongens tussen. Met flink wat onweer en lokaal ook veel water. In Zeeland, in het zuiden, daar moet dat al merkbaar zijn. Maar ik gaf het al aan: ook in de warme lucht zijn er nu buitjes tot ontwikkeling gekomen. En die buien zullen verder uitgroeien. En dat kan Straks ook elders in het land gebeuren. In het noordwesten van het land is de kans op buien het minst groot. En als we dan even kijken naar een computermodel, het Harmoniemodel, zoals dit model heet, dan ziet u dat dat aardig aansluit op de actualiteit. Die rare beelden van net. Dit is dan rond 10 uur. Die buien die in het noorden zijn en de buien boven België. En die buien die gaan verder ontwikkelen. En die buienlijn die gaat dan later vanmiddag en vanavond ook over Nederland heen trekken. Dat betekent dat we toch wel op veel plaatsen neerslag gaan krijgen. Op de kaart ziet dat er als volgt uit. Vanmiddag wolkenvelden en zon, maar dus ook die buien, zoals gezegd. Kans op onweer erbij. Lokaal kan er ook weer flink wat water vallen. Waar precies dat is, moeilijk aan te geven, natuurlijk. De minste buien in ieder geval in het noordwesten en de temperatuur tussen de 20 en 22 graden. Maar u kunt zich voorstellen, als er zo'n bui voorbij trekt, dan zal de temperatuur een paar graden gaan dalen. Nog een fijne middag.